Hi, ik ben Dixie en we gaan vandaag leren hoe je Diabolo moet in een vertex systeem. Dit is het systeem waarbij de Diabolo niet horizontaal, maar verticaal gehouden wordt. Bij deze techniek is het aan te raden om een kogellager te gebruiken. Dus een Diabolo met een kogellager zal veel langer blijven draaien. En bij deze techniek kost het al zoveel vaart om hem horizontaal te houden, verticaal te houden, dat ten opzichte van het horizontale niveau je continu bezig bent met versnellen. Als de diabolo dan een kogellager diabolo is, dan kan je 4 tot 5 trucs op een rijtje doen voordat je weer moet versnellen. Bij een normale diabolo is het waarschijnlijk na elke truc dat je weer moet gaan versnellen. Dus het voordeel is wel om een kogellager diabolo hiervoor aan te schaffen. Om te beginnen moet je de Chinese acceleratie kunnen. Die hebben we in een voorgaande video besproken. Die kan je terugvinden in de beschrijving. En daarnaast is het wel handig om te begrijpen dat bij een vertex patroon je langzaam begint te draaien. Dus dat houdt in om de diabolo in een verticaal vlak te houden. Wil je dus meeroteren, meedraaien met de diabolo die vanzelf neigt weer plat te eindigen. Om te voorkomen dat hij weer in horizontaal vlak eindigt. Oké, ik ga een voorbeeld geven. We hebben een wrap nodig. Dan kunnen we onze Chinese acceleratie uitvoeren. En wat we gaan doen is, we gaan onze niet-dominante hand gaan we heel hoog houden. Want hoe hoger we die houden, hoe makkelijker het is om onze diabolo in het verticale vlak te plaatsen. Ik ga met lichte bewegingen ga ik de diabolo steeds meer forceren om verticaal te eindigen. Dus met behulp van de Chinese acceleratie. En dan zul je zien dat hij steeds meer verticaal eindigt tot hij uiteindelijk helemaal plat is. En vanaf hier kan je allerlei leuke trucs erbij leren. Dus ik zou zeggen, speel er mee. Ik wens jullie veel plezier.